Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe aflevering van FC Afkikken, de voetbalquiz voor de Voedselbank. Nog 32 deelnemers zijn er over. Vandaag staan er weer twee echt toch wel kandidaten voor de eindzegen tegenover elkaar. Mike en Jasper, goedemorgen. We nemen het in alle vroegte op. Hoe staat jullie pet ervoor deze ochtend? Ik heb er zin in. Ja? Zoals we zijn net. Dus, ja, absoluut. Heel veel zin in, dus we gaan het zien. Jasper? Ja, ik heb ook zin. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Drie rondes. Eerste ronde, 5 trivia vragen. Daarna 5 spelerspaspoortjes. En we sluiten af met een opstelling waar 5 namen ontbreken. Daarvoor hebben jullie pen en papier bij de hand. En de eerste 2 ronden wil ik graag eerst je naam horen als je het antwoord weet. En dan krijg je de beurt. Kan je het antwoord geven. Elke ronde 5 punten te behalen. Maar je kan ook een keer een jokertje inzetten voor een ronde. En dan worden de punten die in die ronde behaald verdubbeld. Voor mij is alles wel duidelijk. Zijn jullie klaar voor? Yes. Mike, succes. Jasper, succes. Laten we beginnen met ronde nummer 1. Vraag nummer 1. In het voorjaar van 2017 werd Claudio Ranieri ontslagen als trainer van Leicester. Wie volgde hem eerst als interim en later als hoofdtrainer op? Mike. Ja, Mike. Claude Puel? Nee. Nee, is die assistent volgens mij, maar ik kom niet op zijn naam. Craig Shakespeare. Ja. Maakt niet uit. Vraag nummer 2. Wie is de maker van het allereerste Europese doelpunt in de geschiedenis van PEC Zwolle? Wat zijn dit voor vragen, joh? Mike, ik wil een grote vragen. Bram van Polen? Nee, is niet goed. Jasper? Ja? Met die gast. Reinders? Nee. Gianni Reinders? Of nee, Etienne Reinders? Ja, Etienne Reinders bedoel ik. Ze zijn allebei niet goed hoor, want anders had ik je natuurlijk een beetje geholpen. Nee, het is Jody Likoki. Ja. Dat was natuurlijk voor mij na het jaar dat PEC de beker won. Toen mochten ze Europa natuurlijk in die voorrondes. Vraag nummer 3. In dienst van welke club is Sami Khedira ooit kampioen van Duitsland geworden? Jasper, je zei het al voor de uitzending. Het niveau is enorm omhoog gegaan. Mike. Ja. Stuttgart. Komt nu het eerste puntje op het bord. Ja hoor, dat is helemaal goed. Eerste puntje op het bord voor Mike. Gefeliciteerd, Mike. Vraag nummer 4. Wie was topscorer op het EK 2016? Jasper. Ja. Griezmann. Dat is goed. 1-1. En ik zie hier dat we een vraag nu gaan stellen die we al eerder een keer hebben gesteld. Dus mocht je een keer de quiz al gezien hebben, misschien zat hij erin. Van welke club kwam Arsène Wenger over voordat hij trainer van Arsenal werd? Mike. Ja. AS Monaco? Nee, dat werd de vorige keer ook gezegd. Nee, maar dat heb ik niet gekeken. Ja, het was zo'n, ik weet het niet meer, maar het was zo'n Indische club of zo. Wat was het? Nou, Japanse. Japanse. Het juiste antwoord is Nagoya Grampus 8. Nou, Jasper, wel goed opgelet, maar net niet goed genoeg. Zullen we het daar maar op stellen? Nee. Standaard de eerste ronde is 1-1. Laten we doorgaan naar ronde nummer 2. En is het tijd voor een jokertje? Ik zet hem in. Jasper ook? Nee. Jasper wacht tot ronde 3. Oké. Mike zet de joker in. Heel goed. Ondertussen wordt hier het gebouw naast ons kapot gebombardeerd, lijkt het wel. Goed. Spelerspaspoortjes zien ze ook zometeen in beeld. Ik lees ze voor. Roep eerst je naam, dan krijg je de beurt. En dan wil ik het antwoord van je weten. Succes, mannen. Eerste spelerspaspoortje. Oldham Athletic, Birmingham City, Cambuur, Groningen, Real Salt Lake City. Ja, Mike. Hoesnak. Ja hoor. Niet meer met een vraagteken zeggen. Hoesnak. Albert Hoesnak. Komt-ie. Volgende. Nuneaton Borough, Rotterdam United, Wimbledon, Bristol Rovers, Portville, Plymouth, Derby County. Mike. Ja, Mike. Vinnie Jones. Nee.
Jij hoorde Wimbledon en jij dacht, dit is Vinnie Jones. Ik dacht, dit moet hem zijn. Ja. Jasper, een idee? Kelleroos. Dat is helemaal goed. Zo, die kwam van heel ver. Wat goed. 3-2. Spelerspaspoortje nummer 3. Vitesse, Roda, PEC Zwolle, Willem 2, PSM, Makassar. Jasper. Ja. Pluim. Dat is helemaal goed. William Pluim. Met natuurlijk de legendarische anekdote over dat hij bijna naar Feyenoord ging. Ken je dat verhaal? Nee. Hij ging bijna naar Feyenoord en toen kwamen ze erachter dat hij toch linksbenig was, of in ieder geval rechtsbenig. Geen idee, William Pluim linksbenig toch? Of rechtsbenig? Ik heb geen idee. Nou, ik lijk net een technisch directeur van Feyenoord op dat moment, maar ze hadden dus in ieder geval niet in de gaten, zeg maar, met welk been hij beter was. Dus hij ging niet naar Feyenoord. Stand is inmiddels gelijk, 3-3. Gaan we door naar spelerspaspoortje nummer 4 alweer. Nagoya Krampus 8, VVV, CSKA. Jasper. Ja, Jasper. Keisuke Honda. Heel goed. Ik denk niet dat er vaak in de Nederlandse voetbalquiz twee keer Nagoya Krampus 8 voorbij komt. 4-3, stand voor Jasper. Laatste spelerspaspoortje. Veendam, FC Os, VVV. Zo. Zou ik moeten weten. Veendam, Os, VVV Venlo. Maar geen idee. Alles hij is VVV. Jonathan Opoku. Jonathan. Aan de lange lichte. Ja. Dit is toch wel. Het wordt zo spannend in de finale. Want. Na ronde nummer 2 is Jasper op voorsprong gekomen zonder zijn joker in te gaan zetten. Mike. Oei. Het gaat heel spannend worden. Alles uit de kast halen in ronde nummer 3. En dit is er zo eens, zo'n opstellingtje, dat als je het nog weet, dat is meestal zo, maar dan kan je nu wel het verschil maken. Ik zou alvast de nummers 1 tot en met 5 opschrijven op je papiertje. Dan kun je dat alvast doen. Net alsof je weer op school zit. Nee, ik zet mijn joker in, hè, voor de duidelijkheid. Oké, Jasper. Scherp, hoor. Nou, 1 tot en met 5 is gelukt. Daar krijg je geen punten voor. Waar je wel punten voor krijgt, is dat je straks de juiste naam achter het juiste nummertje zet. Dus de namen, zeg maar, in willekeurig volgorde opschrijven is niet goed genoeg. Ze moeten echt op de juiste plek staan. Je gaat zo een opstelling zien. En het is wel een hele bijzondere opstelling. Want op 3 mei 2015 staat, ja, natuurlijk bij elke FC Groningen fan, in het geheugen gegrift. Ik weet niet of jullie Groningen fans zijn. Ja. Nou, dan kan dit wel een jouw dag worden, Mike. Net zoals op 3 mei 2015. Want FC Groningen pakt de eerste prijs in de clubgeschiedenis in de Kuip. Wordt FC Groningen, of wordt PEC Zwolle door FC Groningen verslagen met 2-0. Hier zien jullie 6 namen staan. De doelpuntenmaker, die staat er al op. Tweevoudig doelpuntenmaker. Albert Roesnak. Maar welke 5 andere namen ontbreken? Dit kon wel eens heel erg pijnlijk worden voor mij. Dat had je niet moeten zeggen. Oh. Nou, ik geef jullie even de tijd. Dus het was geen goede finale, maar wanneer zijn finales wel goed? Wat wel belangrijk was, is dat Groningen won. 30 minuten. Mooi dat wel Mike heeft gezegd dat hij een Groningen supporter is, maar dat hij nu misschien wel door het ijs gaat zitten. Ja. Ik zoek er nog eentje. En de pennen mogen neer. Jawel. Jasper, laat jij maar eerst even zien wat je hebt opgeschreven. Ja, dit was niet best volgens mij. 1 is? Dat drankvies. 2? Hatenboer. Ja. 3. Maduro. Ja. Thierry. En Mahi. Dit zou er misschien nog wel eens een opening voor je kunnen zijn, Mike. Ja, ik hoop het, maar... Wie heb je op 1? Je het kunt zien. Ik heb 1 heb ik Erik Botteguin. Ja. 2 Hansje Hatenboer. Ja.
Drie had ik niet. Vier, Thierry. Ja. En vijf heb ik Hoessen. Danny Hoessen. Je hebt er twee goed. Daarmee kom je op vijf, Mike. Ja. Jasper. Je had er eentje goed. Oei, oei, oei. Laten we even kijken naar... Die van Jasper vond ik trouwens het allermooiste, zijn opstelling. Sharon, Thierry heeft je gered, Jasper. Jezus, dat is wel echt naast. Hans Hatenboer viel in, uit mijn hoofd. Tibbling, hoe kunnen jullie die gemist hebben? Simon Tibbling, ja. Ja. En Michael de Leeuw. Nou oh, ja. Ja, 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 ja. En Lorenzo Burnett. Die speelde toen de beekfinale. Daar hadden jullie Hansje Hatenboer staan. Mike, ga ik nog wel vaak horen, denk ik. Laat ons weer eens juichen. Maar niet voor Mike op dit moment, helaas. Jouw avontuur in de FC Afkikker voetbalquiz zit er bij deze op. Helaas, Mike. Wel dank voor je deelname in donatie aan de voedselbank. Jasper, door naar de laatste 16. Yes, leuk. Is dit een... leuk. Ja. Dus we zijn bij de laatste 16. Ik had wel een oerkleed verwachten, Jasper. Nou, misschien als we... de halve finale halen. Oh, oké. Nou, wordt vervolgd. Jasper zien we in ieder geval terug in een volgende aflevering. Voor nu, in ieder geval bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, graag tot de volgende.